Oké, we zijn in de attractie. Oh nee. Jongens, water. Heel veel water. Heel veel water en jij zit er niet aan. Kan ik nog overstappen? Ik ga echt niet. Hier, kijk. Dit kan toch niet. Jongens, nee. Wat een heerlijk dit, joh. Zij toch, daar waren de stoelen al nat. Ja, hij draait toch! Oh, tering, ik doe hem. Maar welke is. Is dat die dat je eerst heel lang achteruit gaat landen? En de volgende aflevering. Okay. Wat wil je nu gaan doen? Man, dit was hem bijna kwijt. Hij zat de hele tijd gewoon in mijn tas. Waarom? Vraag je wat ik beneden ben. Ja? Hallo kijkers van Harme Frodo en welkom bij Harme Frodo Vlog 99 met Lucas in Walibi, het enige pretpark waar ze copyrighted muziek spelen. Stop. Oh, lekker jongens. Zo, we hebben echt, nu we nog maar 20 minuten dit park binnen zijn, al de eerste achtbaan gedaan. We hebben deze gedaan. Daar hang je eronder in plaats van dat je erop zet. Wat? Wat heerlijk. Ja, oh, het was echt genieten. Ik ben nu echt anderhalf jaar niet in een serieuze achtbaan geweest. 1 keer in België met vrienden, maar dat was echt gewoon niks. En dit was wel weer een serieuze, dus dit was echt vet. Maar welke is dat die dat je eerst heel lang achteruit gaat en dan... Nee, gewoon vooruit dan. Die geel-zwarte. Van tevoren denk ik wel altijd echt dat ik achtbanen enger vind dan dat ik ze überhaupt vind. Oh, dit is en de volgende aflevering. De volgende achtbaan die zat er alweer op. Echt, ik zit helemaal te glimlachen. Dit zijn echt dingen die ik tof vind. Jij vindt het niet tof? Ja, wel heel tof. Lucas vindt het niet tof, maar ik vond het wel heel tof. Ik heb echt de helft van de hele rit mijn ogen dicht gehad, want ik ben een beetje een pussy in dat opzicht. Maar het was wel cool. Ik heb de helft open gehad. Ik doe nooit mijn ogen open, maar nu heb ik dat dus gedaan. Wat wil je nu gaan doen? Hij is aan het laden. Ik heb hier wifi, wat de hel? Ja, Walibi wifi. Walibi wifi. Oh, deze kunnen we nu instappen. Let's go. Wacht, ja. Nou, let's go, let's go. Kom nou. Je bent echt langzaam. Kom. We hebben net deze gedaan met die enorme waterval. Ik zal even filmen hoe dat dan ging. Ga nou. Het ziet er echt uit alsof het niks was, maar het was echt wel tof. We hebben nog 19 minuten, dat gaan we nooit redden. Ja, nee, ik moest even denken. Nee, maar wij hebben dus nu al een attractie voor straks gedaan, besteld en zo, en nu moeten we die nog gaan doen zo, dus ja. Hier staan we nu. En daar gaan we heen. Dus jij durft op camera toe te geven dat jij dit niet durft? Ik durf het wel. Nee. Natuurlijk durf ik nee. Het. Nee. Ja, dat durf ik niet. Ik zou dit wel durven. Ja. Oké, waar gaan we heen? We gaan naar richting de Express. Yes. Dit is onze volgende attractie. Vertel op vlog. Nou, omdat iedereen op de vlog weet dat jij niet kan navigeren. Ik kan heel goed navigeren. Nee. Maar Google die geeft gewoon niet mijn kant aan. Oh, dus Google kan niet navigeren. Precies. Nu moet gewoon bordjes volgen. Maar jij zei onder de vlog waarin ik in Mechelen
kwam dat jij had moeten navigeren. Ja, want jij vond zelf ook fout. Ik zeg niks. We gaan nu naar de Express. We kwamen net uit een mislukt schommelschip, waardoor Lucas 10 seconden misselijk was. En nu gaan we dus naar de Express, dus ja. We zijn aangekomen in de wachtruimte van de Express en Lucas is getransformeerd. Maak even een grap. Ik heb geen mop aan. Nee, een grap. Dat je telefoon niet bijna kwijt was. Helemaal niet, dit was niet bijna kwijt. Hij zat de hele tijd gewoon in mijn tas. In het achtervakje waarvan je niet wist dat hij daar lag. Oké, wil jij even zeggen hoe je dit uitspreekt? Swirls. 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 Ja, dat klinkt beter, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, dat zou handig zijn, dat ik gewoon langs de attracties rijd. Ja, dat is cool. Ik ben een vlogger. Ja, nee, maar het is gewoon altijd cool om zo tussen de mensen door te lopen. En naar rechts. Ja. Dit was een slalom. Het allerleukste is als mensen dan letterlijk langs je lopen en dan naar achter kijken wat je aan het doen bent op je schermpje. Dat is echt lachen. Ja, dat kunnen nu de kijkers allemaal aan de achtergrond zien gebeuren. Mm-hmm. En wat is jouw ervaring tot nu toe van deze dag? Ik nou, hoorde jou zeggen dat je eigenlijk geen enkele van de acht banen echt leuk vond. Nee, het waarom allemaal niet? Allemaal niks. Nee, het was superleuk. Ja, echt. Daar kan ik geen clickbait uit. Jij hebt ook veel gezien ervan. Ja, ik hou mijn ogen gewoon af en toe een beetje dicht. Nee hoor, dat is niet erg. Weer niet. Wakker volgen. Over hebben. Ook weer iemand die naar Walibi gaat en jou vraagt hoe druk het is? Jullie zijn niet origineel. Op dit moment Hallo. Vraagt er iemand, er komt zeker een nieuwe vlog. Waarom vragen mensen dat aan jou? Het is mijn vlog. Nee, maar ik zorg Ga gewoon jij anders voor views. Volgen? Ik zorg gewoon voor views. Zie je dat? Oh, het is nu al helemaal fout te doen. Nou, we gaan hier naar de El Rio Grande. Ik kan helemaal niet vloggen, Harmen. Kijk mijn licht. Perfect. Nog 30 minuten wachten. Dan zijn we aan de beurt. Ik weet nu al dat deze vlog gaat heten Lucas gaat vloggen in Bali. Ja, maar dat noemt men het tegenovergestelde van clickbait, want niemand hoeft het Ik denk zien. Dat jij het beter vast kan houden. Ja, zal ik het weer eens doen? Mijn arm is nu al moe. Ja, daar moet je sterke armen voor hebben. Ja, we gaan nu in de volgende achtbaan, dat zei Lucas net al. Het is eigenlijk een soort waterbootjesstof. Waterachtbaan, we gaan ook over de kop. Helemaal niet. Maar hij is wel heel tof, dus daar gaan we nu in. Ja. Volgens iemand met wie ik net sprak via Instagram is dit de kinderattractie. Oké, we zijn in de attractie. Oh nee, jongens, water, heel veel water. Heel veel water en jij zit er niet al. Kan ik nog overstappen? Nee, de tering, ik ga echt niet. Hier, kijk. Dit kan toch niet. Jongens, nee. Wat een lekker joh. Wat een klootzakken. Zij toch, daar waren de stoelen al nat. Ja, maar hij draait toch? Oh, tering, ik doe hem wel. Nou, hier zijn de bewoners ook uitgevallen. Hier werden wij net echt heel hard gepakt door die waterstralen net. Die wordt maar heel weinig gepakt. Ja, omdat die leeg is. Ja, dat is echt ongeluk. Vanaf zonder al dat gezeik. Het is zo oneerlijk. Oké, we zijn illegaal. Lucas, we zijn illegaal. Lucas. Heel erg. We zijn illegaal. Ja. Gaan we nog meer illegale dingen doen. Ja, we gaan naar Merlin's Castle. Ja. Heel illegaal. Gaan we de kop opzetten. Ja, heel illegaal. We
We zijn hier bij het kasteel van Merlijn. Dat is wel cool. Ik denk dat ze kroeg erop drukt. Nee, dat gaan we niet doen. Jawel, ga even bellen. Nee. Jawel. Nee. Jawel. Nee. Je zei net dat je ging bellen. Nee, ik ga helemaal niet bellen. Je gaat wel bellen. Zie, ze belde per ongeluk. Wie is het überhaupt? Iemand die jij niet kent. Nee, maar beschrijf haar even. Ik ga niemand beschrijven hier nu. Ja, er kijkt niemand mee hoor. Nee, dat maakt me ook niet uit. Ik kijk wel allemaal kindjes achter hun laptop hier die heel lui zijn en kijken allemaal mee. Mogelijk 100 Harme Frodo vloggers. Ja, allemaal Harme Frodo vloggers zelfs. Ja, ze vloggen ook allemaal. Oh ja, dat doe ik ook namelijk. Ben je benieuwd naar Merlin's Castle? Heel benieuwd. Mooi. We gaan over de kop, 5 keer. Ja, zeker. Dat is wel leuk. Verklap even wat voor Disney dan. Nee, want jij gaat er nog heen. Ja, pas over een maand of wel. Nee, dan heb je hetzelfde als dit. Maar dan gaat het opeens de grond naar beneden. En dan val je er doorheen? Nee, de grond gaat zakken gewoon. Oh, dat is wel cool. En dan zie je opeens het plafond heel ver weg. We zijn nu in Merlin's Castle, by the way. Nee, ik ben niet misselijk. We komen nu net uit Merlin's Castle. Wat op zich niet... Nou, hij is heel leuk. Maar het is niet echt heel erg dat... Je trapt er ook wel een beetje in telkens. Maar het is niet echt dat je denkt van... Wow, heel erg geloofwaardig of zo. Hij is echt wel tof hoor. Maar ook niet dat je denkt, daar hoef je 3 keer per dag in. Ik vraag jullie, waar gaat deze suikerspin met Lucas heen? Het is toch niet te doen dit? Hij is een beetje groot. Ja, 2 kilo aan vet. Jij moet ook eten. Nee. De laatste keer dat ik dit gegeten heb is echt 10 jaar geleden. Dus dan moet ik nu weer eten? Nee, ik leef nu gezond. Lucas, nee nog niet. Jouw idee was het om in het reuzenrad te gaan. Waarom? Vraag het even als ik beneden ben. Nee, maar ik wil het graag op dit moment met dit prachtige uitzicht. Een heel kut idee. Lucas heeft hoogtevrees namens. We zitten nu op het allerhoogste punt. Het komt goed. Ja, ik wil graag weer terug. Ja, nee, we zijn nu op het allerhoogste punt. Het is gewoon niet een dicht karretje. Kijk, vanaf hier kan je Walibi prachtig zien. Zit er nog hoger dan in thee? Dat is wel eng, ja. Jij zei ook dat je hoogtevrees had. Ik heb een beetje hoogtevrees. Ik probeer me eroverheen te zetten. En nu gaan we weer naar beneden. Lucas, wat was jouw ervaring? Oh, dus ik moet me er ook overheen zetten, blijkbaar. Hoogtevrees is iets, niet iets niet chronisch. Niet daar in mijn tas zitten, joh. Dan klettert alles naar beneden. Hoogtevrees is iets, daarvoor moet je zeggen, haha, ik heb het niet, oh, weet je. Oh, we gaan weer omlaag. Dankjewel, God. Waar even stil. Okay, ik ga niet mijn handen los doen. Ik wil even je handen los. Nee, ik doe niet mijn handen los. 10 seconden. Gaan we nog, oh, daar ging mijn pet bijna. En mijn pet is net afgewijd. Ja, joh. Het is wel cooler dan beneden, met die wind. Ja, daarom ging we hierheen. Heerlijk. Ja, ik moet ook niet naar beneden kijken. Maar dat kan best, kijk. Nee, niet meer. Ja, die mensen die krijgen nu spontaan ook hoogtevrees in de camera. Voor de mensen met hoogtevrees, nu even kijken. Oh, we gaan zakken, dat voelt niet goed. Daar zijn we aan de grond? Nee, we zijn nog lang niet aan de grond. Nee, we zijn nu ongeveer op de helft. Dit voelt goed, toch? Nee, ik wil verder zakken. Oh hier, er brak iets af. En handen los. Ja, dat denk ik wel.
Dat jij je handen los gaat doen. Nou, vertel eens even. Er was niks aan de hand. Ja, ik heb alles op beeld. Eng hoor. Nee, het was geweldig met ritje. Je mag niet eten en drinken. Jij bent zo stress. Dat had je ook niet op beeld. En we zijn er alweer. Zo, het was toch niet eng. Ja, dat had zeker mooi uitzicht. Voor me, achter me weet ik niet of het mooi uitzicht was. En beneden je? Dat heb ik nog niet gezien. Waarom niet? Omdat jij dat dan voor me deed met je camera. Ja, kijk, hier zaten we net helemaal bovenaan. Nee hoor. Het is tijd om de allerlaatste attractie te gaan doen van vandaag. Alles beter dan omlopen. Ze keek om. Oh, wat erg. Oké, we staan in een afgesloten locatie. Nee, jij eerst. Ik ga er niet overheen springen. Spring. En dan moet ik weer terug. Oké, dan spring ik wel. Spring jij maar. Oh, hij staat wel aan, joh. Ja. Ik moet even... Hier, geef maar, dan kan jij springen. Ik ben er overheen. Waarom heb je zo ver ingezoomd? Dat deed ik op je gezicht. Ja, maar jij hebt dit in Loch Ness, had je dit ook zitten doen. Ja, maar dat heb je er gewoon in gedaan. Ja, hond. Dat is gewoon een prachtig stukje... Dat niet! Kom dan!